DSK in Vlaanderen, Dominique Strauss-Kahn in Vlaanderen. Met die straffe titel haalt het weekblad Humo vandaag uit naar Paul van den Driessen. Voormalig politiek journalist, voormalig CD&V-senator en nu voor N-VA kandidaat burgemeester in Brugge. Verschillende vrouwen getuigen in het weekblad over seksuele intimidatie door van den Driessen. Rioolsjournalistiek of politiek uiterst relevant. Bart Verhulst die trok naar Brugge. Als dat geen mooie regering zou zijn, zou dat graag leiden. Zou mooi zijn. Ja, ik vind dat natuurlijk zeer jammer dat hij als mens aangepakt wordt. Waarschijnlijk met als motivatie dat hij lijstaanvoerder is van de N-VA en een serieuze bedreiging vormt voor de machthebbers hier in Brugge. We zijn hier niet bezig met presidentsverkiezingen in Frankrijk. Het gaat hier over burgemeesterverkiezingen in de mooiste stad van Vlaanderen. Paul van den Driessen, zotte Paul voor de Brugse vrienden. Het is al jaren een fenomeen aan beide kanten van de wedstraat. Een fenomeen dat ook al jaren zijn handen niet kan thuishouden, getuigen enkele journalisten en politica in Humo. Aanstoker, zegt van den Driessen's partij N-VA, is CD&V. Via andere politici hebben we vernomen dat ze dus merkten dat ze de strijd aan het verliezen waren en dat ze op zoek waren naar een gerucht of iets wat men kon gebruiken tegen Paul van den Driessen om die opgang van de N-VA te stuiten. En men, dat is dan CD&V, de partij van burgemeester Moenaert. Het zijn mensen, ik moet wel zeggen, het zijn mensen uit die kringen, vooral de groepen die achter die partij staan. ACW. ACW onder andere. Niet iedereen bij CD&V is onverdeeld gelukkig daarmee. Of hoe het verhaal op een half jaar voor de verkiezingen meteen een politieke dimensie krijgt. CD&V wou niet reageren voor de camera, maar voorzitter Beke zette wel dit op Twitter. Weer nieuwe complottheorie. CD&V achter verhaal Paul van den Driessen. What's next? Elvis die al 35 jaar in de kelder van de Wetstraat 89 woont. Doe normaal. De lijsttrekker Dirk de Vouw is een ACW'er, dus dan komt het van die kant. En nogmaals, dan wil u daar toch niet mee in een coalitie stappen? We zullen met iedereen praten op basis van ons programma. Ja, en als dan deze onnoosleden ophouden, dan zullen wij met elkaar nog kunnen spreken. Van den Driessen DSK noemen is zeker overtrokken. Het klopt ook gewoon niet. DSK, Dominique Strauss-Kahn, de Franse ex-baas van het IMF, is twee keer aangeklaagd voor zijn seksuele escapades. Van den Driessen nooit. Wij gaan nu de wedstraat tonen. De wedstraat oversteken van politiek naar journalistiek en terug, dat heeft Van den Driessen dan wel heel vaak gedaan in zijn carrière. Van de Volksunie in de jaren 80 stapte hij over naar de Standaard en het Nieuwsblad in de jaren 90, maakte een korte tussenstop bij de SP, keerde terug naar de media, waar hij uiteindelijk uitkwam bij VTM, om na 7 jaar weer in de politiek te stappen bij CD&V. Wat is de drijfveer? De goesting. Waarna het terugging naar VTM. Is Paul door je frustratie? Ik ben er wel. Zullen ze terug op straat? Ja, ik ben terug op straat. Waar is de tijd dat ik aan deze kant van de draad stond? Enkele maanden later kroop Van den Driessen weer over de draad. Hij is nu lijsttrekker en kandidaat burgemeester voor N-VA in Brugge. Er zijn verschillende peilingen gevoerd. Ik weet dat de politieke partijen zelf ook peilingen organiseren. Dat is natuurlijk altijd maar een beperkte groep van mensen. Maar daar halen wij cijfers van 30-33%. Onlangs was Paul van den Driessen op een schooldebat. Dus voor mensen die voor de eerste keer zullen gaan stemmen in oktober. Daar heeft hij een monsterscore van 50% gehaald. Dat is natuurlijk maar een momentopname, maar het meet een beetje de temperatuur. En het brengt spanning in de Brugse kiescampagne. Zeker ook als de N-VA-lijsttrekker zichzelf begint te vergelijken met Gandhi of als de aftredende CD&V-burgemeester van den Driessen verwijt te zijn gaan kerstshoppen bij andere partijen. In ieder geval is het zo dat de N-VA de kaarten aan het schudden is en dus dat alle verhoudingen veranderen. En ik hoop dat iedere partij zal vechten voor zijn overtuigingen en zal bewijzen dat ze de juiste ervaren mensen hebben om een goed beleid te voeren. Dat is de essentie, hoop ik nog altijd, van gemeenteraadsverkiezingen. Paul van den Driessen dient intussen een klacht in tegen Humo omdat hij lasterlijk en onterend is beledigd. Uit zijn nieuwsbladperiode en de valse pedofiliebeschuldigingen rond Elio Di Rupo kent hij dat gevoel ongetwijfeld nog.